Vandaag ben ik in Amsterdam, de thuisbasis van filmregisseur Eddie ter Stal. We praten over zijn nieuwste film Alberta. Die gaat over de midlife crisis. Heb je daar zelf misschien ook last van? Weet je, je leeft maar één keer en ik kan maar zoveel dingen doen. De troon van de paus, hoe ging dat? Ja, stiekem. Dat mannen eigenlijk heel lang onvolwassen blijven en ook heel vaak mee wegkomen. Zeker als ze succes hebben, kunnen ze met nog meer wegkomen. Toen ik het nog niet had, vond ik het allemaal heel onbelangrijk. Maar toen ik het even had, vond ik het toch wel leuk. Dag, Eddie. Hallo. Hoi. Nou, het lijkt me maar even rond. Ja, Jezus. Ja. Nou, beneden verdiep ik, boven slaap ik en heb ik mijn kantoor. En, mag ik hier even? Want hier staat ook van alles. Kijk eens eventjes. De kalveren. Ja. Dat zijn de echte. Het zijn de echte, ja. Rijk de Gooien, die heeft ze ooit... Die heeft ze ooit weggegooid, ja. En volgens mij heb iemand ze ooit proberen te verkopen, maar ze zijn natuurlijk niet veel waard, want ze zijn niet echt van goud. Maar ja, dit is voor Simon, waar dat er twee... Op mijn film zijn er tot nu toe 6. En 2 heb ik hier. Ah, het is toch heerlijk gewoon, hè? Een beetje een idee van de prijzenkast. Ja. Toen ik het nog niet had, vond ik het allemaal heel onbelangrijk. Maar toen ik het even had, vond ik het toch wel leuk. Ja. Toch een soort... Elke dag kijk je er even naar. Als je een beetje een wegtrekkertje hebt, dan denk je ze zijn echt letterlijk boeken steunen, had ik ook gezegd. Ja, ze zijn ook nuttig, ja. Ja, nee, dat scheelt ook. Eddie ter Stal debuteert in 1992 met de film Transit. Daarna volgen films als Hufters en Hofdames, de boekverfilming en Rent a Friend. Maar de meeste bekendheid verwerft hij met zijn film Simon. Dus jij leeft nog? Ja, jij ook dus. Ja, nog wel, ik heb kanker. Over de vrijgevochten Nederlandse samenleving, met thema's als seksualiteit en de dood. En Ajax, hè? Jij bent Ajax, gek op voetbal. Ja, gek op voetbal, ja. En ook nog steeds op Ajax. Ja, hoewel de Eredivisie me niet heel erg interesseert. Dus op een of andere manier heb ik een switch gemaakt dat ik eigenlijk alleen nog maar het Nederlands elftal belangrijk vind. Want alle prijzen zijn wel door Nederlandse clubs gewonnen ooit. Ja. Alleen wat je ooit er toch een keer wil meemaken is dat een wereldtitel, de kans is natuurlijk heel erg klein, maar Nederland is altijd heel goed op toernooien. Ja. Dus dat kunnen ze gewoon goed. Ja. Maar Ajax is op een of andere manier, je gaat er niet elke 2 weken naartoe. Ik ga wel af en toe, ik ga een keer 3-4 keer per jaar. En ik hoop dat het in Europa nog klopt, nog gaat lukken. Dit jaar. Waarschijnlijk wel. Nou, het is wel moeilijk, een sterk toernooi hoor. Ja. Hey, kijk, een muisje zie ik hier. Ja, dat is Godfried. Dit is Godfried de Muis. Die heb ik ooit in een rommelwinkeltje gevonden. En die is, die heeft de hele wereld rondgereisd. Op de troon van de paus gezeten, op de Chinese muur. Waar is hij allemaal wel niet geweest? Maar de troon van de paus, hoe ging dat? Ja, stiekem. Seculiere jongen. Ja, seculiere jongen. Maar Jezus is helemaal geweest. Watergate gebouw is hij geweest. Hij is volgens mij ook al in 30 landen geweest, een beetje. Ik 99. Eddie ter Stal is geboren en getogen in de Amsterdamse Jordaan. Hij studeert sociologie en politicologie, ook in Amsterdam, maar rond beide studies niet af. In 1992 debuteert hij als filmregisseur. Ter Stal woont zijn hele leven in de Jordaan. Hij heeft een vriendin en geen kinderen. Eddie, je hebt Alberta gemaakt, deze week voor het eerst in de bioscopen te zien. Is het weer een low-budget film of niet? Ja, het is weer een low-budget film. Dat is een beetje de story of my life. Ja. Nou, dan heb je low-budget en low-budget. Dit is gewoon low-budget. Ik heb hiervoor films gemaakt, bijvoorbeeld zoals Meet Me in Venice, was maar 2 ton. Deal, die was maar 80.000 euro bijvoorbeeld. Ja. 80.000 euro? 80.000 euro, ja. Maar vind jij zelf dat er ook aan af te zien is? Nou ja, goed, het is natuurlijk altijd aan af te zien. En omdat als je meer tijd hebt en meer mogelijkheden en meer geld, dan wordt een film natuurlijk altijd wel beter van. Maar dat is chic als je het zelf zegt. Ja, uiteraard. Maar ik denk dat het hele mooie films geworden zijn, alle drie. Ik heb al eerder low-budget films gemaakt. Ik heb van de 12 films die ik gemaakt heb, die zijn bij elkaar maar 4 miljoen. En een beetje film hoort 2 miljoen al te kosten, 1 film. Is het ooit in je hoofd gekomen of in een droom? Stel dat ik 10 miljoen heb voor een film, voor 1 film. Wat dat moet worden of het sowieso mogelijk is? Nou ja, wat ik wel zou willen, als ik ooit een keer een budget heb, zou ik wel eens een film willen maken over in de Gouden Eeuw. Weet je, de vrijdenkers, Kurbach en Spinoza en dat soort dingen. Dat vind ik een belangrijk verhaal om te vertellen, zeker nu. Heb je daar wel eens mee rondgelopen, aan mensen voorgelegd om dat te doen? Jawel, alleen het is heel erg lastig. Hè? Ik bedoel, je hebt dan heel veel financiering ook nodig van de omroepen. En die kiezen toch meestal voor een bekend boek of voor een kinderfilm, dat soort dingen. Of dingen die wat minder controversieel zijn. Dat doe je niet, hè? Boekverfilmingen doe je niet.
Nee, ik heb wel een film gemaakt die heette De Boekverfilming, maar ja. Dat was een parodie daarop. Precies. Nee, dat, weet je, je leeft maar één keer en ik kan maar zoveel dingen doen. En als je bijvoorbeeld een boek aanneemt, als regisseur wat dan vaak voorkomt, dan wordt het toch als jouw film gezien. Dus dan ben je bij het filmfonds voorlopig niet aan de beurt. Maar dan heb je wel een groter budget en een beter salaris en dat soort dingen, dat wel. Maar ik wil mijn eigen films maken, weet je. Zullen we kijken naar deze film even, Albert daar, de mensen die hem nog niet gezien hebben? Ja. Nemen van irrationele beslissingen en deze uitvoeren zonder de gevolgen te overzien, punt. Ga je nou echt die hele Wikipedia-pagina voorlezen? Ja, alles wat Wikipedia zegt over midlife crisis. I'm married. I've got a 12-year-old adopted son. And I'm in advertising. Ik moet even iets voor mezelf uitzoeken, een maandje of zo, een hutje op de hei. Waar heb je dan moed? Wat? Wat kan er deze mokkel waar je heen gaat? Liefje, ik ken daar helemaal niemand. Bereiken die boshut is echt mega kut. Voor in het weet ben ik weer thuis. Misschien moeten we net zo lang blijven tot ik zwanger ben. Wat? It's dragon foot. I think I'm gonna spend a couple of days here. Man, I can see where this is going. Doe niet zo Nederlands ongastvrij. Oh, little Albert. Mega daarheen. Het is niet heel ver. Nou, je slaapt met de baby's. Je wakes up in de shed. Ah, dat is gross, man. Je vrouw kwam je vinden. Alberta, waar ben je? Is er alcohol involved in any of this? Not yet. Alberta! Ja, kijk, er valt ook wel veel te lachen en het gaat over een midlife crisis, maar het gaat ook, we zien ook de prachtige natuur daar in Alberta. En het verhaal is, hè, je bent door KLM op het idee gebracht om deze film te maken. Ja, want we hadden die film Deal gemaakt, die speelde in Barcelona en daar komt Barcelona er goed uit. En er was iemand van de KLM bij de première en die zei, kunnen jullie het ook zoiets doen over een nieuwe bestemming van ons die we willen promoten, namelijk Calgary, Alberta. En toen wij zoiets, ja, weet je, we doen geen opdrachtfilms, maar op een gegeven moment gingen we een beetje googlen. En was het toch een soort hele campen omgeven met van die keurige bergen en van die mounties en dingen. Ja. Ik dacht, dat leent zich wel voor een absurde komedie. Ja, dat absurde ook. Hè? Het is een absurdistisch, het is niet heel realistisch. Ik bedoel wel de thematiek, maar de setting is natuurlijk behoorlijk absurd. En toen wilden we ook iets maken, thema dat mannen eigenlijk heel lang onvolwassen blijven en ook heel vaak mee wegkomen. Zeker als ze succes hebben, kunnen ze met nog meer wegkomen. En dat thema zagen we voor ons. En dan hadden we ook zoiets met Bob Ross, weet je. Want Alberta zag er heel erg uit als een Bob Ross schilder. Ja, de jonge mensen weten dat niet meer. Bob Ross was echt een man met krullen, een oud drill instructor van de US Marines. Die een soort met hele zachte stemmen zo'n... Die schilderijtjes maakte, een beetje kitschig, maar wel heel knap. Ja. En ik vroeger altijd met een vriendinnetje, vielen we altijd zo in slaap. Zetten we dat aan? Ja. Dat was het ook voor bedoeld. Die stem en zo, ja. Dat was ook heel geestig, ja. Nou, is het zo dat de KLM daar geld voor geeft en toch zal denken, ga jij je gang maar, want dat wil je ook. Ja. Maar ze zullen toch ook wel eisen stellen, niet alleen niet. Hoeft er geen KLM-vliegtuig in beeld. Kijk, ze betalen alleen de tickets en de verblijf en dat soort dingen, weet je. Dus, en het is heel duur om daar te filmen, dus we konden maar heel kort in Alberta filmen, maar een dag of vier. Dus alles moest in die tijd, we regisseerden met z'n tweeën, Erik Lunch en ik hebben het samen geschreven, samen geregisseerd. Commercial regisseur? Ja, een commercial bedenker van een aantal Eve Amersfoort bellen, Apeldoorn bellen en dat soort dingen, Volkswagen, een bekroond reclameman. En dan deed hij bijvoorbeeld een groep acteurs op één locatie, ik tegelijkertijd op een andere locatie, want het was maar... Ja, het was alleen maar betaalbaar als je met een heel klein clubje, weet je, met een soort reportageteam, op die manier draaide. En alles wat zeg maar in de blokhut gedraaid is, allemaal in België gedraaid, omdat dat veel goedkoper. Maar jij kiest ervoor om het voor weinig geld te doen. Je hebt de Gouden Kalveren, je bent een bekend regisseur, heel veel bekende films gemaakt. En veel mensen denken dan, die man is loaded. Die heeft ongelooflijk veel geld, die kan achterover leunen. Nee, het is niet zo. Je woont hier heel klein. Ondermodaal, denk ik, dat ik verdien. Maar in je beste tijden heb je ook ondermodaal verdiend? Ja, alleen toen ik commercials maakte,
dus van 1990 tot 1999 tot 2003, toen verdien ik best veel geld. Wat is dat dan, best veel geld? Ja, dat was het 2 ton per jaar of zo. Nou ja, dat is nogal een verschil met ondermodel. Met 18.000 per jaar, ja. Ja, nou ja, goed. Maar is dat, wat is maar, de reden? Maar speelfilms is leuker, dat wel. Maar weet je, speelfilms is heel lastig ook. Bijvoorbeeld een film als Simon, daar hebben we 3 jaar mee lopen leuren tot het uiteindelijk aangenomen was en zo. Je werd heel veel dramaturgen werd dat weggewuifd als ongeloofwaardig en geen goed script en zo. En eigenlijk na Simon heb ik ook bijna geen commercial opdrachten meer gehad. Ik deed het 20 per jaar hè, voor die tijd, dus, maar ben je er ook een jaar uit geweest, dus dat scheelt ook. En toen kwam Vox Populi, die was toen ook goed ontvangen. En dat was mijn enige normale budgetfilm, die kostte 1,5 miljoen. De rest hè, bedoel, was nog veel minder. En ook vanaf dat moment was het heel moeilijk. Gewoon alles wat ik schreef was of te controversieel, of weet je, dat was allemaal niet, misschien niet politiek genoeg. En het filmfonds, daar heeft wel iets mee te maken, denk ik. Het filmfonds was bijvoorbeeld één parodie over de 69-generatie en de weet je, Frankfurter Schule-achtige cultuurrelativisme, daar een goede comedy over. En het filmfonds vond het te gek en die wilde erin meegaan, maar er geen omroep die dat wilde. Maar je zegt, misschien heeft het met dat polycore te maken. Dat denk ik wel, ja. Ja, nog steeds, ook in deze tijd, dat ze daar bang voor zijn. Ja, ze kunnen zeggen, we willen de andere kant laten zien. Terwijl het ook best een liefdevolle comedy was. Dat was bepaald niet haatdragend, maar wel kritisch en grappig. Maar het is een kleine wereld, je weet precies wie daar zitten, welke mensen je beoordelen. Ja. Hoe objectief gaat dat? Geen idee, want ook bij de omroepen heb ik daar geen zicht op. Bij de filmfonds weet je het, inmiddels is dat 1 persoon, het waren er vroeger 3. En dat zijn toch vaak mensen meer uit commissies met bijvoorbeeld een editor erin en een regisseur. En die zijn natuurlijk, die hebben geen politieke agenda in die zin. Die hoeven geen ledenvereniging te bedienen, dus die kunnen wat meer risico nemen. Die kijken gewoon, is het goed of is het niet goed? Is het leuk, voegt het wat toe? En bij een omroep gaan ze toch kijken, daar krijgen we gedonder mee, weet ik veel wat. Straks praat ik met Eddie Terstal over de man in een midlife crisis. De knulligheid en de geestelijke onvolwassenheid van mannen. Dan moet je gewoon durven daar diep in te graven. Ik ben in de Amsterdamse Jordaan in het appartement van filmregisseur Eddie Terstal. Dit is mijn opa. De knulligheid en de geestelijke onvolwassenheid van mannen. Dan moet je gewoon durven daar diep in te graven, zeg maar. Weet je, ik ben wel altijd, dingen moeten altijd gaan zoals ik het wil. Ja, ik weet niet, volgens mij is het gewoon elke keer toch een soort van angst voor de dood. Met mij als kind, echt oude. Dit is de hele kleine Eddie. Arbeider, als chauffeur in de haven. Dus hier in de buurt geboren met 12 broers en zussen op 1 verdieping, zoals dit, zo'n beetje. Oude communist was dat, een lieve man. En dus mijn moeder toen ze jong was. En jij toen al die rossige haartjes had? Ja, de halve familie heeft dat. Ja. Van moeders kant hebben ze dat allemaal. Nou, dit was mijn moeder toen ze jong was. Ja, een prachtige foto had ik. Ja. Ja, hier ook een voetbalfoto. Ja, het moet Cruijff zijn, maar toch. Dat is zijn eerste wedstrijd. Volgens mij is de eerste wedstrijd tegen GVAV in Groningen. Ja. Waar die ook meteen in scoorde en ze verloren. Dat ja, wel. En schijnt gezegd hebben, als jullie allemaal naar mij gaan luisteren, gaan we allemaal geld verdienen. Ja. Normaal stoppen ze iemand met de kop in de wc-pot als ze het doen, maar ze hadden toch het idee en er is wat aan de hand met die jongen. Ja. Nou, is er één vraag, en ik stel hem toch maar, ik weet niet of het waar is, maar hij schijnt ook nog familie van jou te zijn, of jij van Cruijff? Van mijn moeder, ja. En hoe zit het precies dan? We hebben dezelfde oud-oom en die woonde naast mijn moeder. Mijn moeder kende hem natuurlijk als kind, maar ik heb hem toen ik 13 was, weet je. Dat was wel grappig, hier aan de overkant, dan was hij op een verjaardag en dan zaten wij als kinderen naar beneden te kijken. En zijn auto stond buiten, de mensen keken dan omhoog en wij keken als kinderen naar beneden. Al die mensen die naar boven aan het kijken waren. Dat was heel leuk. En wat hier verder staat, is dat gewoon toeval wat je hier hebt neergezet? Ja, dat is allemaal toeval, denk ik. Ah, ja, dit is van Rebecca nog. Ja, dus ik ben erg van de dingetjes. Dit is mijn moeder en mijn biologische vader. Dit, samen met trouwerij. Dit is een Freud action hero. Maar deze foto ook fantastisch. Ja, dat was een soort prinses zou hier, ja, moeder. Ja, was een mooie vrouw. Ja.
Ze ziet er nog goed uit. Ze is 76. Ze werkt nog steeds in de kroeg. Jouw film Alberta draait nu. Jouw vorige film is Meet Me in Venice. Maar natuurlijk ook mooie beelden over Venetië. Dat zegt de naam al. Meet Me in Venice. Laten we even naar gaan kijken. Mijn vader. Ik kende hem niet voor deze week. Prachtig om muziekinstrumenten kan spelen. Op een gegeven moment belde Mauro me op en vroeg of ik naar hem toe kwam in Venetië om een week samen door te brengen. Super ongemakkelijk opeens een dochter te moeten zijn. Normaal zouden we 30 jaar hebben gehad om eraan te wennen. Nu moest dat allemaal in een week. All what matters is now. Here and now. And tomorrow is just tomorrow. Ging hij door met al zijn praatjes over weet ik veel wat. En me af te vragen wat ik daar eigenlijk deed. We zijn over heel de Balkan geweest, de Orient Express route van Venetië naar Istanbul. Maar hier voor jou een belangrijke film ook, omdat het met een belangrijk persoonlijk motief. Hier gaat een jonge vrouw op zoek naar haar biologische vader. Ja. Dat heb jij ook gedaan. Ik heb mijn biologische vader bijna niet gekend. Ik was uit elkaar gaan toen ik 8 was. En pas in de laatste jaren af en toe zag ik hem weer. Hij was ook dementerende en zo. Dus ik kon een heleboel vragen niet meer stellen. En dit gaat over. Mag ik weten waarom heb je hem heel lang niet gezien? Nou, die zijn niet goed uit elkaar gegaan, mijn moeder en hij. En dat heb je veel in de Jordaan, dat je dan echt zo die familie-clashes krijgt, weet je. Maar mijn vader, op zijn Italiaans? Ja, nou, dat is natuurlijk het meest noordelijke deel van de Latijnse wereld, de Jordaan. Ja, daarom. Maar toen mijn moeder, die ging toen met een Duitse hippie, die was veel jonger dan zij, die was 18 en ik was 8 toen. Dus daar scheelde ik eigenlijk maar 10 jaar mee. Mijn opa had er echt een probleem mee, dat was en een Duitser, want mijn opa was communist. En een SPD'er, dus dat waren de verraders van de arbeidersklasse zo'n beetje. En lang haar, hippies en blow en dat soort dingen. Maar uiteindelijk ging dat heel goed tussen hun. En, ja, maar heeft jouw moeder jou verboden op zoek te gaan naar je biologische vader? Nee, dat was gewoon, de sfeer was gewoon zo dat je dat niet deed. Het was voor jou ook niet een grote drang. Jij wilde niet per se weten, op vrij jonge leeftijd al, wie is mijn echte vader? Nee, dat kwam echt pas later. Ja. Vandaar deze film die ik gemaakt heb. Wat herken je dan? Want je wilt ook een biologische vader toch, neem ik aan, zien om te weten of je karaktertrekken herkent. Ja, dat weet ik. Bijvoorbeeld, mijn moeder is heel rustig en beschouwelijk. En ik ben zelf best wel bazig en opvliegerig en zo soms. Ja. En ik ben wel altijd, dingen moeten altijd gaan zoals ik het wil. Zeg maar. Daarom kan ik ook niet in een organisatie functioneren. Tenzij I'm calling the shots. Daar heb ik het ideale beroep voor. Dus maar zo'n interview als dit is eigenlijk al vrij lastig voor je, want je wordt op een bepaalde plek neergezet. Ja. Ja. Je moet ook nog af en toe naar een vraag luisteren. Dat best ingewikkeld dus. Ja, ik kan me aanpassen. Toch? Ja, dat toch wel. Maar dat zoek je dus in naar die eigenschappen. En mijn vader had het een beetje, weet je, dat was wel zo'n kroegman en dat soort dingen, grote mond. Maar erg je daar? Of schrik je dan? Nou, dat weet ik niet. Kijk, toen ik de vragen kon stellen, was mijn vader al veel zachter en veel. Maar wist gewoon niet meer zoveel, weet je. Ik zag wel dat het hem goed deed dat ik. Maar hij was niet heel bewust op dat moment. Wat deed jouw vader? Wat was zijn achtergrond? Een kruidenier. Hier in de. Hoe heet dat? Hier in de tweede, derde Gamle Dwarsstraat. Heb je nog echt serieus contact gehad of is het vrij oppervlakkig gebleven? Nou, ik zag hem wel eens bij begrafenissen en dat soort dingen. Maar op het moment dat je oud genoeg bent, dat je echt vraagt, waarom heb je dat gedaan of hoe was dat? En dan kon dat niet meer. En dan kom je op het idee van, nou, dan ga je daar een film over maken. En we hadden weinig geld. Wat we dan deden, maar we wilden toch een visuele film maken. Weet je? Dan hadden we een situatie bedacht, hadden we er een meisje van gemaakt, geen jongen, om een beetje afstand van mezelf te nemen.
met een Italiaanse vader, wat dan wel een beetje qua Latijnse dingen wel een beetje. En dat ze elkaar in Venetië ontmoeten en hebben ze een week de tijd tot Istanbul, we zijn door al die landen heen geweest, om elkaar te leren kennen. En ja, dan ga je gewoon dus heel zwaar, best wel, dan ga je met een kleine groep, een hele internationale groep, crew van Italianen en Hongaren, weet ik veel allemaal, Turken. Ga je dan op pad en ter plekke draaien. Maar ondertussen met jouw karakter, bazig, en jij bepaalt wat er gebeurt, dominant, en dat lukt allemaal? Ja, maar je moet ook andermans talenten gebruiken, weet je. Ik had ook een hele goede Hongaarse cameraman die hier woont, Gabor Deak. En weet je, je probeert mekaars talenten aan te vullen, dat soort dingen. En ja, dat wil ik zeggen, het was een behoorlijk hachelijke avontuur daar, die Balkan met die treinen. Maar wel blij dat we het gedaan hebben, omdat uiteindelijk, we hebben iets van 12.000 mensen zijn er naartoe geweest, wat voor een low-budget film die in de zomer eigenlijk een best veel is. En we hebben die World Cinema Award gewonnen. En Roberta Petzold, de hoofdrolspeelster, die won de beste actrice in Woodstock. Maar dit is een persoonlijke film, maar dat geldt ook voor Alberta, waar het gaat over een midlife crisis. Een succesvolle reclameman die dan met een jong meisje opeens weggaat, terwijl die gewoon een leuke vrouw heeft. Maar die vrouw is dan, deze Alberta is dan een jonge versie van die vrouw. Clichématige kan het trouwens bijna niet. Heb ik expres daarvoor gekozen, voor die herkenbare beelden? Ja, we hebben eigenlijk, kijk, Erik en ik, we hebben het samen geschreven, samen gemaakt. We hebben het een beetje gecombineerd. Erik is wel getrouwd en is reclameman. En ik ben ook wel met mijn... Gelukkig getrouwd ook? Ja. En hij is succesvol en kent die wereld. En ik ben ook altijd met mijn relatie ook altijd veel jonger dan ik. Dat herken dingen, maar ook gewoon de knulligheid en de geestelijke onvolwassenheid van mannen. Dan moet je gewoon durven daar diep in te graven, zeg maar. En kijk waarom dat is. Waarom komen we met zoveel dingen Maar weg? Schrik je dan als je daar diep in gaat graven? Want het is oppervlakkig gezien alleen maar leuk. Dat wil je toch? Ja. Je wordt ouder en je bent nog steeds een jongen. Ja, maar het is leuk om jezelf te lachen of zo, weet je. Ik bedoel, ik zie best wel waar mijn hang-ups zitten en zo. En dan moet je daar maar, gooi dat dan maar op de bühne. Wat zijn dan echte hang-ups? Nou ja, dat je gewoon alles nog wil meemaken, weet je. Ik heb nog maar zoveel tijd, dus dit wil ik nog en dat wil ik nog. En als je dan met iemand bent die dat ook nog allemaal wil en niet alles al gezien en drie keer getrouwd is en een huisje in Frankrijk hebt of zo, maar die gewoon ook nog een keer naar Stromboli wil of naar Groenland. Ja, dan denk je toch, dan ga je toch even terug in je biologische leeftijd. Maar ondertussen dus wel jonge vrouwen, echt hele jonge meisjes, daar ben je gek op. Nou, nee, nou, ik zeg altijd, goed. Een jaar of 20 jonger, 30 denk ik. Ja, 30 Nee, toch niet. 20, ja. Want hoe oud ben je nu? 52. Oh, toch, ja. De laatste drie relaties zijn inderdaad precies 20 jaar jonger dan ik. Ja, daar zie je, dat is toch, ja, dat verandert niet, dat blijft wel een constante. Ja. Ja, niet toen ik 30 was, dan was het strafbaar. Nou, weet je, jongen, me toch een beetje verbaasd, omdat jij juist jouw stiefvader, waar je het heel goed mee kon vinden. Ja, die was ook, mijn moeder was veel ouder dan mijn stiefvader. Daarom, een groot verschil. Zie je, ja, maar dat mijn moeder heeft ook een heel groot verschil met, man-vrouw, dat moet geen verschil maken. Tegenwoordig zie je ook midlife crisis heel vaak ook bij vrouwen. Ja. Letterlijk drie vrienden van mij, de vrouw er vandoor, want het gras is elders groener en die zitten met de kinderen nu. De mannen, hè? Dus misschien is het niet eens zozeer biologisch, maar maatschappelijk. Daar waar gelukkig, zeg maar, in een soort samenleving leven, waar het kan allemaal beter, het moet ook nog beter. Maar waar de vrouwen maatschappelijk, zeg maar, een inhaalspurt hebben gemaakt. Ik denk van emancipatie, dat nu de mannen met de kinderen daar. Ja, dat kan dus ook. Ja. Misschien is dat nog goed zo. Wat heb je tegen oudere vrouwen, althans om een relatie mee te beginnen? Niks. Zijn ze saai? Nee, ik bedoel... Ik ga ook wel met vrouwen om van in de 40, die ik ook nog heel mooi en leuk en geweldig vind. En ik weet het niet. Ik bedoel, ik ben zelf natuurlijk niet zo heel volwassen. Ik bedoel, ik heb toch ook een beetje een tik van de molen. Maar je vindt het prettig, want je zegt ik wil graag om mezelf lachen, maar tik van de molen, soms denk je dan. Ja. Ik neem een voorbeeld aan grote helden van vroeger, Ischa Meijer, die altijd naar psychoanalyticus toe ging. Misschien moet ik het ook doen, dat kan me in mijn werk verder helpen. Heb je dat ooit gedaan? Nee, maar je kan met je films kan je therapeutisch bezig zijn, toch? Ja. En, wat ontdek je dan? Nou ja, als je het een acteur moet uitleggen wat hij voelt en waarom, dan moet je toch uit jezelf putten. Dat soort dingen. Maar kun je iets van het achter van je tong laten zien, wat je dan doet? Of je denkt dat gaat
heel ver. Ja, ik weet niet, volgens mij is het gewoon elke keer toch een soort van angst voor de dood of zo. Er zit in de weet je wel, voor het niets. Of voor dat je al die dingen niet meer kan meemaken omdat je het leven leuk vindt. Ik vind het leven gewoon echt heel erg leuk. En ik ben me daar ook heel erg van bewust. Dus daarom ben ik ook echt, vind ik het heel vervelend dat het eindig is. Ja. Maar dat jong blijven, dat leidt tot een betere film ook. Pieter Pan complex of zo, hoe heette dat, geloof ik? Dat zou kunnen. Nou ja, goed, weet je, het is... Ja, god, toevallig had ik met Hans Stevens, van een goede vriend van mij. En die werd dan 50. Ik zei van, ja, maar we moeten gewoon echt ook een beetje kinderen kunnen blijven, toch? Dat is ook voor je creatief proces, maar ook gewoon voor je state of mind, voor je omgeving. Hij zei van, ja, als we alleen de hele tijd in van die matrozenpakjes rondlopen, dan moeten we maar eens mee stoppen, weet je. Dat gaat een beetje. Ja, dat is voor mij de goede. Hij zei, want dat is ziek, dat is niet meer jong. In de stad Amsterdam, waar de zeeën land tot een nachtmerrie schallen over oud Amsterdam. Nou, dit is voor jou natuurlijk een heel belangrijk gebied, Eddie, hè? Want we zijn hier in de Jordaan. Ja, hier ben ik geboren toen er waren nog andere huizen. Maar dit waren toen oude huizen en daar was ik geboren, op deze plek. Nou, we kijken, hier geboren. En toen ben ik twee keer minder dan 100 meter verhuisd in mijn leven. Ja. Dus ik heb mijn eigen wereldvreemdheid, zeg maar. En dit is zo belangrijk voor jou, bijna een soort gewijde grond, dat je nooit hebt gedacht aan verhuizen? Ik bedoel, zelfs binnen Amsterdam? Nee, echt totaal niet. Dit is echt mijn wortels en mijn... Ik heb ook nooit, als ze wel zeggen, wil je in Amerika, niet dat ik dat zou kunnen, maar stel dat ik in Amerika film, dat zou ik hem niet willen. Ik zou hier echt niet weg kunnen, ja, een paar dagen, weet je, een paar weken. Toch is het gek, hè, omdat je juist zo gigantisch veel reist. Je hebt, je gaat naar je 100ste land toe binnenkort, ja. Ontzettend veel gezien. Ja. Dan voel je je toch makkelijk en op je gemak om in een land te wonen, of krijg je heimwee na een paar weken? Nou nee, ik kan altijd wel overal makkelijk... rondkomen, weet je, en ik spreek de talen ook wel en dat soort dingen. Maar het is, dit is toch de basis waar je, weet je, mijn katten, mijn familie en alles. Ja. Ik kan er toch niet lang buiten, hoor. Weet je, toch de Jordaan, nou ja, gewoon wat ik zeg, het is het noordelijkste puntje van de Latijnse wereld. Daar vinden gewoon familie heel belangrijk. En we hebben ook een grote en hechte familie. Echt een clan. Ja, maar ja, goed, je kent ook de keerzijde van die hele fijne, gezellige Jordaanese families. Het zijn niet allemaal hele hechte clans, het zijn niet allemaal hele fijne mensen. Nou ja, er kunnen ook wel, zoals dat bij clans gaat, van die clan-twisten zijn tussen delen van familie. Maar daar hebben wij geen last van. Straks. Durft deze strijder voor de vrijheid van meningsuiting alles te zeggen? Alles durven zeggen. Maar dat zijn bijna de laatste Mohicanen. Elke religieuze autoriteit, wereldlijke autoriteit aanvallen. Durf jij het alles te zeggen? Nee, natuurlijk niet. Dan leg ik morgen dood op straat. Ik ben met filmregisseur Eddie Terstal in de Jordaan en praat met hem over zijn filmplannen en de politiek. Hij is hun monster van Frankenstein. Ze hebben hem min of meer gecreëerd. Maar ik zou nooit in een echt publiek dronken worden. Echte vrijheid is alleen maar voor witte mensen. En alleen maar witte mensen hebben een geweten. Ahmed. Hey jong. Ja goed, Ajax gezien gisteren? Nou, hier zijn we, hè? De kat in de wijngaard. Gewoon jouw stamkroeg al sinds jaar en dag. Piet Bamberg is geboren op deze verdieping. Piet Bamberg? Piet Bamberg. Oh, ben jij een gezonde innemer of niet? Ik drink de meeste dagen wel wat, ja. Maar ik zou nooit in een echt publiek dronken worden. Dat heb je. Het is wel zelf gebeurd, dat was vervelend. Oh ja, dat ding, dat gaat beledigen. Ja. Het idee van een stamkroeg is natuurlijk ook echt geweldig. En je mist het enige, ik heb geweldig getent, je mist alleen het biljart dan. Ja, maar zit je altijd voetballen te kijken? Ja. Vooral als er zo'n Europa Cup wedstrijd is, dan zit het helemaal vol en zo, weet je. Dat is wel leuk. Ja, nee, dat is het Nederlandse helftal. Ben je echt door je hele geschiedenis ben je Amsterdammer, maar ben je ook een echte Amsterdamse regisseur? Met andere woorden, kijk jouw publiek misschien ook zo naar je, Amsterdamse regisseur? Ja, dat weet ik niet. Mijn volgende film die gaat heel erg over Amsterdam. Dus ik ben twee films bezig, een beetje politieke. En eentje over een society kok. En die is heel erg Amsterdams. En
Nee, ik ben ook een series aan het maken die in allerlei steden spelen. Maar ik heb wel veel... Het is mij natuurlijk makkelijker qua subcultuur. Ik weet hoe mensen praten en dat soort dingen. Maar je zegt een paar leuke dingen. Je bent, dat is een beetje gebaseerd op Joop Braakhekken? Op zijn leven, die film? Niet helemaal. Nee, niet helemaal. Maar wel zo'n soort restaurant. En die film over politiek, waar gaat die over? Dat gaat over twee mensen die een totaal tegenovergestelde politieke mening hebben, die met elkaar naar huis rijden na een debat. En die dan, en de twitteraars die gaan helemaal los, je had die haatheks af moeten maken en die vuile wegkijker. En die gaan helemaal los, terwijl zelf kunnen ze wel goed met elkaar vinden, die worden samen dronken. Nou, dat kan heel leuk worden. Ja, dat kan een goede spiegel voor zeg maar, al die mafkezen op Twitter die maar elkaar vanwege wat ze toevallig een andere mening hebben zeg maar, bedreigen of uitschelden. Maar daar kan nog wel een element in zitten waar mensen zich aan storen. Mensen storen zich aan alles natuurlijk. Ja, natuurlijk, de rechtse mensen zullen zich storen wat de linkse persoon zegt en omgekeerd. Maar gewoon alleen maar storen of storen op het niveau van jij moet oppassen, je kunt zelfs bedreigd worden. Ja. Of heb je daar totaal geen last van? Nee. De mensen op Twitter wel eens, maar ze komen nooit live naar me toe of zo, weet je. Dat is ook niet zo slim. Oh. Nou ja, gewoon, daar ga ik niet zo lekker mee om, als ik het zo zeg. Nee, dat is heel verstandig. Ik loop of ik vlieg, dat is geen film van jou, dat is een boek van jou. En dat is ook, dat moet je heel letterlijk nemen. Want je loopt, je maakt wandelingen. Ja. En je bent ook heel vaak aan het vliegen, oftewel je ziet heel veel landen. Wat is er zo belangrijk aan om zoveel landen te zien? Ja, god, het is goed om even uit je bubbel te gaan. Weet je, ik woon natuurlijk ben heel nadrukkelijk, leid ik een lokaal leven in de Jordaan. En op een gegeven moment had ik. Ik reis natuurlijk wel als, in mijn jeugd heel ver. Als kind waren we altijd. We zaten veel in Italië en in Azië reisden we veel. India en Zuidoost-Azië en dat soort dingen. Met mijn moeder en mijn stiefvader. En toen ben ik op een gegeven moment echt bewust gaan reizen. Weet je, toen ik op een gegeven moment was ik freelancer in de negentiger jaren. En toen verdiende ik best wel wat geld. En dan heb ik eigenlijk allemaal reizen opgemaakt. En allemaal steeds naar landen geweest waar verandering op til was. We gingen naar Hongkong vlak voor de dingen. Zo, we gingen naar Zuid-Afrika en Midden-Oosten, Israël, Cuba. Overal waar wat er gebeurde, Balkan en zo. En ik wilde gewoon weten hoe de mensen op veranderingen reageerden en hoe die samenlevingen in elkaar zaten. En ik was wel politiek betrokken, maar ik had nog een heel beetje Jesse Klaverig wereldbeeld toen. Nou, goed, ik was in de 20. En wat is dat, een Jesse Klaverig wereldbeeld? Nou ja, gewoon een heel, ja, het is een soort postchristelijk, laten we zeggen, schuldobsessie ding en zo. En een beetje, niet dat Jesse Klaverig aan zich exotische mensen als iets exotisch en iets anders ziet, maar wel een beetje de rijkere dames die erop stemmen, zeg maar. Ja, ik bedoel, ik leerde al snel kennen dat je in alle kleuren klootzakken lieve mensen, verlegen mensen had, dat soort dingen. En dat vrijheid eigenlijk dezelfde intrinsieke waarde overal heeft. Ja, en dat de rode draad? En dat cultuurrelativisme dus een gevaarlijke, domme dwaalleer was met een racistisch trekje. Met andere woorden, echte vrijheid is alleen maar voor witte mensen. En alleen maar witte mensen hebben een geweten, dus alleen die kunnen feilbaar zijn. Dus als zeg maar een Hutu de kop van allemaal Tutsis eraf hakt of zo, is het niet zijn schuld, want dat weet hij uit Serengeti, hij kan er niks aan doen. Laten we zeggen, de linkse sociale wetenschappers waren allemaal cultureel relativisten. Ja. Die vonden allemaal dat je nooit kritiek op een andere cultuur, laat staan de islam, mocht hebben. Ja. Want dan kwam je op een gevaarlijke terrein. Ja, en dat is een racistische theorie dus inderdaad. Wat vind jij van de invloed van de islam? Als jij, dat is natuurlijk een slechte invloed, ja, dat lijkt me evident. Overal op de wereld waar het botst met andere culturen of met anders denken, dan gaat het mis. Maar jouw partijen, die jij aantrekkelijk vindt, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, Partij van de Drie is nadrukkelijk seculier. Lodewijk Asscher is ook nadrukkelijk seculier. Partij van de Arbeid heeft ook een aantal mensen zoals Mohamed, Kekker, Kiesel, dat echt actieve seculieren zijn. Maar toch in een debat waar ook Lodewijk Asscher bij was, een belangrijk debat, premiersdebat, tussen aanhalingstekens, bij RTL. Daar behoorde hij tot degene die niet de vinger opstaken toen het ging over de vraag hoe gevaarlijk is de islam? Ja, maar wel degene die zegt dat je voor homorechten moet staan, het gevaar van het islamisme benadrukt, anders dan Klaver dat deed bijvoorbeeld. Nou goed, ik heb daar, weet je, ik voel me niet verantwoordelijk wat mensen uit een partij zeggen. Weet je, alleen wat ik zeg, daar voel ik me verantwoordelijk voor. Daarom kan ik ook niet in lijkt het toch nog een beetje op. Is er een partij die nu nog steeds aan je trekt, die zegt, Eddie, alsjeblieft, kom bij ons binnen?
kom bij ons binnen in de zin, nou ja, als kiezer. Nou, moet je kijken. We gaan even kijken. Eddy, luister. Jij moet de politiek in. En weet je waarom? Omdat jij vrijheid snapt. Als concept, als wat het betekent. Je hebt het verfilmd, je hebt het verbeeld, je spreekt erover. Jij bent gewoon meneer Vrijheid. En weet je waarom ik dat wil? Omdat vrijheid was altijd een links thema. In de jaren 70. Vrijheid, dat hebben linkse partijen ons gebracht. En op dit moment is het gekaapt door rechts. Het is gekaapt door mensen die bang zijn voor de islam. Het is gekaapt door moslimhaat. Het is gekaapt door een partij die vrijheid in zijn naam heeft. Terwijl ze niks met vrijheid van doen hebben. Dus kom in de Tweede Kamer en maak vrijheid weer een links thema. En dan moet je ook gewoon lid van de Partij van de Arbeid blijven. Ik weet dat je heel veel van dieren houdt. Top! Maar hoef je geen lid van de Partij van de Dieren te zijn. Blijf gewoon bij de Rode Club, blijf bij de Rode Familie. En kom ons die vrijheid brengen. Toedeloe! Kijk eens even, Meili Vos, ja. Die je heel goed kent, die ook bij jou hier in de buurt gewoond heeft volgens mij. Nou, zij doet echt een... Ja, ja, ik weet het. Nee, maar daar heb ik het vaak met over gehad. Dat inderdaad die vrijheid is echt een beetje terechterzijde terechtgekomen. En inderdaad soms ook in xenofobe hoek. Maar dit is een oproep, hè? Dit is iets anders. Dit gaat verder. Ja. Meili Vos doet een oproep. Zeg, kom alsjeblieft. Ja, ik weet het. Ik heb toen ook een keer voor de Kamer en zo gevraagd. Maar ik ben geen politicus. Binnen no time heb je gewoon lijsterstal. Toch speelt... Nee, moet je dat niet doen, de lijsterstal? Nee. Nou, er lopen nu wat lijstjes rond met wat, laten we zeggen, bijzondere types. Nee, maar ik wil liever eromheen zweven en met mensen praten en dingen. Ik ben een filmmaker, ik ben geen politicus. Jij bent niet meer over de streep te trekken, ook niet door mij die Vos. Nee. En dat is gewoon voorbij. Maar misschien wel om te... Nog geen enkele partij. Ik zat wel op een gegeven moment met een aantal mensen. Zij moeten niet een keer gewoon een normale linkse partij die niet cultuurrelativistisch is, die wel zeg maar uitgaat van gelijk een man, vrouw, homo, hetero, blank, zwart, vrije woord, scheiding, kerken, staat. Gewoon een hele linkse mantra. Gewoon die dat gewoon als leidraad heeft. Maar dit soort dingen... Heb dat je wel bepaald op welke partij je gaat stemmen? Ja. En welke partij is het? Ik ga stempoelen met mijn moeder. Dat doe ik elke keer, omdat ik sympathie heb voor zowel sommige PvdA'ers als voor de Partij van de Dieren. Dus dan gaat één van ons Partij van de Dieren stemmen. En ik stem dan altijd of op Mohammed Mohandis of op Kekkelijk Yourself. Maar politiek actief, daar heb je gewoon geen zin meer in. Nee. Maak je wel zorgen over hoe het hier nu met de politiek gaat? Staan we echt voor een hele grote verandering of wordt het overdreven? Nou, ik weet het niet. Je hebt natuurlijk alarmisten en de wegkijkers en het zit ergens in het midden, denk ik. Natuurlijk, ik ben dit jaar ook veel in probleemsteden geweest. En Manchester, Bradford, Malmö, Duisburg ben ik geweest. Genua ben ik maar kort geweest. En dat zijn echt situaties die wij niet kennen gewoon, weet je. Wij kunnen onze probleemwijken bijna niet noemen. Onze armste stad is Oude Pekela. En elke buitenlander die daar komt, buitenlandse journalist, het Engels, die zeggen, het valt toch wel mee met Nederland. Onze sloppenwijk is Slotenvaart. Ja, zijn natuurlijk wel, er zijn natuurlijk wel pockets her en der waar het gewoon naar Eindhoven of plekken waar het niet goed gaat. Maar dat is onvergelijkbaar met onze buurlanden. Er is iets, ze kunnen toch wel iets van ons leren. En we zeuren wel, we houden van zeuren. Maar op een heleboel dingen gaat het toch beter. Ons extreemrechts is een soort cabaret. Onze jihadisten zijn er veel minder dan in de landen om ons heen. En wij mengen toch wel iets meer, weet je. Je hebt hier toch wel meer gemengde groepen. Terwijl als je in Charleroi of zo rondloopt, dan zie je groepen dit en groepen dat. Maar hier ook wel, maar echt minder. Echt ja, veel minder. Veel minder naar hier. Naar verhouding. Maar dan kun je zeggen, Nederland is een voorbeeldland. Ja, dat zou pas een positieve film zijn die je zou kunnen maken. Nou ja, ik hou niet van dat inderdaad het geschreeuw of haatzaaien. Ik bedoel, ik denk dat je beter dingen kan maken waar je voor bent. Ik vind altijd dat bijvoorbeeld met films ook, moet je het maatschappijbeeld dat je koestert, waar je blij mee bent, dat moet je vertonen. Bijvoorbeeld Simon. Het was echt een film over Nederland. Ik wilde echt een film over Nederland maken. Met al de thema's die erbij horen, homohuwelijk en drugsbeleid en hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Ik heb dat verpakt in een buddy movie, een coming-of-age film. Maar het is de facto gewoon pure propaganda voor een vrijzinnig. Maar dat is 2004. Ik bedoel, we zijn nu. Nou ja, dat was deel was natuurlijk ook weer een situatie waarin de vrouw min of meer de baas was en dat soort dingen. Weet je, het heeft toch allemaal. Mijn vrouwenpersonage is altijd wel wat sterker. Maar is het Nederland uit Simon? Ik zat datzelfde Nederland kennen we nu nog? Of is Nederland echt behoorlijk veranderd? Nou ja, het wordt minder. Het verrechtst en op verschillende manieren. Toch meer volksnationalistische trekjes, maar ook zeg maar. Islam is ook een hele rechtse beweging en het cultuurrelativisme is natuurlijk ook een hele rechtse beweging. De echte vrijdenkerij, weet je, de wilde jongens, de Arthur van Amerongen-achtige gekkigheid, de ekkeltjes,
Gewoon echt de vrijheid, echte vrijheid. Alles durven zeggen. Maar dat zijn bijna de laatste der Mohikanen. Elke religieuze autoriteit, wereldlijke autoriteit aanvallen. Durf jij het alles te zeggen? Nee, natuurlijk niet. Nou, waarom natuurlijk? Morgen dood op straat. Nou, omdat het echt best wel gevaarlijk is. Er wordt al best wel veel gezegd, dat ze, maar je kan natuurlijk niet alles zeggen. En ook, het hangt er ook vanaf wie je bent, weet je. Als je mensen denken, je hebt heel veel toegang tot dingen, ben je ook natuurlijk gevaarlijk. En nee, natuurlijk niet. Ik denk niet dat iedereen zomaar... Dat heeft consequenties. Goede vriend van jou, Hans Teeuwen, zegt hij hetzelfde tegen jou? Ja, ja, ja. Ik durf niet alles te zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat heeft altijd te maken met, ik durf niet alles over de islam te zeggen. Natuurlijk, ja. Dat is het enige. Op alle andere gebieden. Nou ja, dat is wel de meest agressieve beweging op dit moment. Ik bedoel, het is een fascistische wereld, hè, van Trump tot Poetin tot Erdogan. Maar inderdaad, de meest grote globale fascistische beweging is natuurlijk het islamisme. Nou, fascistische wereld en Trump, hoe moet ik dat rijmen? Nou, ik denk dat Trump, hoe de milieu... Kijk, de pers is natuurlijk biased, daar heb ik absoluut gelijk in. Maar de pers buiten de deur houden, dat soort dingen. En bijna de pers naar je hand willen zetten, dat is natuurlijk niet democratisch. Aan de andere kant, als er maar één onderwerp is of één reden om niet te kunnen zeggen de islam, dan geeft het dus wel degelijk aan dat Wilders op dat punt gelijk heeft. Ja, maar zijn oplossingen zijn natuurlijk niet altijd. Nee, en blijft het. Jij praat genoeg mensen die ook hierin geïnteresseerd zijn en blijkbaar is er niemand die er wat tegenover kan zetten. Is dat dan niet heel treurig? Nee, maar eigenlijk is het gewoon heel simpel. Je moet gewoon een seculiere, ook in het onderwijs, je moet mensen gewoon kennis doen nemen van alle gedachten goed. En als je kinderen als totale nihilisten opvoedt en zegt, dit is zo, een God bestaat, ja, natuurlijk creëer je dan intellectueel zwakke burgers. Die makkelijk te manipuleren zijn door de geestelijkheid, door het patriarchaat. Maar zijn er andere politici in Nederland dan gewoon veel te zwak en te bang en laten zich veel te veel door die agenda van Wilders leiden? Dat denk ik ook. Het is te veel reactie op Wilders. Ik zou zeggen, laat hem zijn dingen doen. En probeer niet de hele tijd je deugd af te meten aan hoe je hem aanvalt. Weet je? Ik bedoel, hij is een reactie op iets. Hè? Hij is hun monster van Frankenstein. Ze hebben hem min of meer gecreëerd. Om te zeggen dat het nou een soort duivelse opwelling is. Waarom gebeurt het dan overal in de westerse wereld? Waarom heb je die beweging overal in Europa? Het is dus antropologisch en niet het poëtische kwaad, zeg maar. En de beweging gaat ook door, dat is ja, bijna natuurlijk, zeker. Ja, natuurlijk gaat dat door. Volgende week gaat u kijken naar een ongemakkelijk interview met multi-ondernemer Erik de Vlieger. Ik heb niet zo'n goed gevoel bij dit gesprek. Ja. Dat is ook een goeie, toch? Ja, heerlijk. Dat doe jij ook altijd. Ja, heel heerlijk. Ja. Maar dan meen ik het ook vaak.